Waarom hoeft wetenschappelijk onderzoek helemaal niet duur te zijn? Dit is de Universiteit van Nederland. Dit zijn eigenlijk allemaal dezelfde wiskundige formule in de praktijk. Dat is asfalt. Dit is de beste dare ooit trouwens, als je daar overheen loopt. Ha, dat kan dus. Dat kan dus echt. Deze mooi. Dit is echt heel erg langzaam gedaan. En dit is wij hebben ook zo'n lab in Delft. Dat is leuk om mee te spelen. 4 totaal verschillende toepassingen. En het zijn allemaal massa-veersystemen. En om dat te demonstreren, ik heb in de vorige colleges die ik hier gegeven heb, stond ik elke keer uit deze mok te drinken. Dat wordt mijn massa. Dit wordt mijn veer. Heel simpel. Maak de massa en de veer aan elkaar vast. Tadaa. Massa-veersysteem. Wat is nou de mooie eigenschap van massa-veersystemen? We hebben het in mijn college-reeks al veel over golven gehad. Ze reageren heel leuk op golven. Namelijk, als ik een hele langzame golf aanbied aan dit massa-veersysteem, dan gaat die kopmok, mooie mok, gaat precies mee met de frequentie van mijn hand. Nou, dat hij met de frequentie meegaat, dat is op zich logisch. Maar wat het opmerkelijke is, verbaast natuurlijk niet heel veel mensen, is dat hij ook met dezelfde amplitude meegaat. Als ik mijn hand zeg maar een meter op en neer zou bewegen, gaat die mok een meter op en neer omhoog. Als ik daarentegen een hele snelle frequentie aan zou bieden, zien we iets anders. Op een gegeven moment wordt hij instabiel. Het is natuurlijk geen perfect massaveersysteem. Maar het basisidee is natuurlijk, hij hangt stil. Praktisch. Er zit natuurlijk ook precies ergens daartussenin een hele leuke frequentie. Dan doe ik zeg maar een hele kleine amplitude met mijn hand. En dan maakt een mok. Maakt opeens een andere amplitude. En wat ook belangrijk is om te zien, is dat als ik met mijn hand omhoog ga, gaat de mok omlaag. Op deze frequentie. Terwijl, als we even teruggaan naar de hele langzame frequentie, als ik met mijn hand omlaag ga, gaat de mok ook omlaag. Dus ergens klapt dat gedrag om. Typerend voor massaveersystemen. Nou, dat kunnen we in een grafiek zetten. Hoe reageert een massaveersysteem op verschillende frequenties? Nou, dan pakken we een grafiek. Dan zeggen we hier verschillende frequenties. En dan zetten we hier, wat is nou de amplitude van de mok voor een standaard amplitude van de hand. Oftewel, wat is de ratio van die twee amplitudes? Nou, u zag, als ik heel langzaam met mijn hand bewoog, dan was die ratio 1. Die mok ging in precies dezelfde amplitude mee met mijn hand. Dus bij langzame frequenties heb ik een meetpunt amplitude van 1. Bij hele hoge frequenties bewoog ik heel hard met mijn hand met een standaard amplitude. Die mok die bewoog bijna niet, dus dat zat bijna op 0. Meetpunt hier. Ik heb niet het volledige experiment gedaan, daar hebben we in deze nu nog 10 minuten volgens de regie niet de tijd voor. Maar je kan natuurlijk gewoon heel systematisch al die frequenties afgaan. En dat heb ik als practicum, daar kreeg ik een cijfer voor, niet met een mok trouwens, maar wel als practicum moeten doen. En dan kan ik u vertellen, dat gaat er ongeveer zo uitzien als je al je meetpunten op een rij zet. Of als ik het echt in een grafiek zou tekenen. Zoiets. En wat zien we dan? We zien dat zeg maar voor lage frequenties gaat de mok mee met mijn hand. Voor hoge frequenties staat de mok bijna stil.
En voor één specifieke frequentie is de amplitude van de mok hoger dan de amplitude van de hand. En ik zet hier even streepjes omheen, dat is gemeen. Want u zag net dat de amplitude de verkeerde kant op gaat. Dus ik heb het alleen maar over de absolute waarde van de amplitude. Hoe groot is de amplitude? Hoe groot is de uitslag die ik meet? En ik zei net, ja, dat kan je op veel meer systemen toepassen. Nou, dat ga ik even demonstreren. Ik heb hier een heel mooi systeem. Het is natuurlijk een beetje gemeen om dat over je eigen systeem te zeggen. Maar het is echt zo. Dan twijfel ik of ik de goede... Nee, ik ga het heel, heel simpel uitleggen. Dit is een lichtorgel. En die heeft u vast wel eens gezien op de kermis en hier in Club R, als u hier wat vaker geweest bent, buiten de colleges van de Universiteit van Nederland. Wat een lichtorgel doet, is de lampen gaan aan als het geluid wat erin gaat hard genoeg is. Dan komt dat geluid natuurlijk gewoon uit een mengpaneel. Dan heb ik in plaats van een mengpaneel, heb ik hier een heel oud stukje technologie staan. Signaalgenerator. Het enige wat dat doet, is dat het elektrische golven maakt. En door aan deze knop hier te draaien, kan ik zelf instellen hoe snel die golf heen en weer gaat. Hij staat nu op 3 hertz. Wat ik ga doen is, ik ga die signaalgenerator ga ik aansluiten op een elektrisch massaveersysteem. Want ik zei u al, ja, massaveersystemen kom je overal tegen. In dit geval heb ik hier, het is een beetje moeilijk te zien misschien, 2 condensatoren en 2 weerstandjes. Wat dat doet, is dat het precies hetzelfde massaveersysteem als mijn mok, alleen dan elektrisch. En dat ga ik u laten zien door deze aan te zetten, deze aan te zetten. Bingo. Mag het licht even uit, dan zien we het wat beter. Oh, mooi. Ik heb een voorliefde voor de echte oude of ondertussen verboden gloeilampen. Ik hoop dat ze het nog een tijdje uithouden. Wat u hier ziet, is, ik heb een hele langzame frequentie gekozen. En u ziet dat ze dezelfde amplitude hebben. En dan kan ik hier mooi aan draaien. Hey, laat het licht nog maar even uit. Kan ik hier mooi aan draaien. En dan kom je op een gegeven moment op een punt. Zeg maar hier. Waar ik zo hard aan de ingang een golf aanbied. Dat de mokkant van dit filter het niet bij kan houden. Die condensatoren en die weerstandjes. Die hebben nu precies dezelfde functie. Als die mok en dat elastiek. Zo. Want we hadden het vandaag toch over water toen we begonnen. Dit wordt heel leuk en heel veel. U zit heel gevaarlijk. Blijf vooral zitten. In SeaWorld hebben ze dan zo'n bordje met. Als u hier gaat zitten, kan Free Willy u nat maken. Wat we gaan doen is klassiek tuinslang. Wil jij me even helpen? Het is heel simpel. Ik hou gewoon zo. Vol water doen. Ja, zo. Oké, als jij nou dit uiteinde hier zo even vasthoudt. Ja, zo. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Pak ik deze. Ik hoop dat het in één keer goed gaat. Het is wel eens in één keer misgegaan namelijk. Doe ik even zo. Oh jee, 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 oh jee. Ja, is in één keer goed gegaan. Tada. Nat horloge kan hij gelukkig tegen. Super, heb ik er. Nou, blijf jij even zo staan? Half uurtje? Oké. Dan, u kent hem misschien nog van vroeger van natuurkunde. Communicerende vaten. Hè? Het slangetje zit helemaal vol met water. Dus het waterdrukniveau in deze twee reservoirs is gelijk. Maar tegelijkertijd, als het nou gaat golven in dit niveau, hè, ja, dan moet die druk, die moet dus helemaal door dat hele slangetje heen verplaatst worden. Nou, tegen de tijd dat die drukgolf hier aangekomen is, wordt die al lang weer teruggetrokken door het, zeg maar, het dalletje van diezelfde golf. Dus als ik hier gewoon vrij veel golven ga maken met mijn mooie ik heb geen piratenpartijvlag gevonden. Met mijn mooie piratenboot. Ja, dit waterniveau blijft gewoon helemaal gelijk. Daar verandert niks. Dus een snelle golf wordt door, zeg maar, dit communicerende vatensysteem
uitgedempt. Maar een hele langzame golf, bijvoorbeeld het getij. Let op wat het waterniveau hier doet. Ja, zo. Up. Zal ervoor zorgen dat het gewoon langzaam vereffent. Ja, dus je kan nu prima zien dat het waterniveau in die cilinder langzaam beweegt, terwijl het waterniveau in die grote bak hartstikke hard aan het heen en weer gaan is. We gaan hem even, kijk uit dat je niet nat wordt. We gaan hem even teruggieten. Ja, dan komt hij weer omhoog. Communicerende vaten. Stiekem ook een massaveersysteem. Dankjewel, dankjewel assistenten. Applaus voor mijn assistenten. Ik had het over lijstjes. Lego, Imperial March. Dank voor mijn assistenten. Had ik ook altijd al een keer willen zeggen op televisie. Maar dat betekent dus dat we diezelfde meting, nu met blauw, hierin kunnen zetten. En u kan waarschijnlijk wel voorstellen waar dat ongeveer heen gaat. Hè? Lage frequenties, het getij. Ja, die gaan gewoon langzaam mee die cilinder in. Hoge frequenties, golfjes, die raken we kwijt. En ook daartussen zit ongeveer zo'n verband. Dus we zien dat totaal verschillende systemen, een mok met een, ik blijf bij mijn bord hoor, maar ik pak mijn mok er even bij voor de demo. Een mok met een elastiek zich precies hetzelfde gedraagt als een elektrisch filtersysteem met weerstandjes, als een communicerende vatensysteem met een tuinslang. U heeft voor wiskunde gevraagd, dat wist u toen u hierheen kwam, komt-ie. De relatie die door al deze grafieken heen gaat, is ongeveer, mijn Delftse collega's moeten me nu niet te velen, maar het komt ongeveer neer op de amplitude is 1 gedeeld door 1 min de frequentie in het kwadraat gedeeld door de kantelfrequentie in het kwadraat. Wat staat hier nou eigenlijk? De amplitude die we meten, die ratio, hangt dus af van die frequentie. En hangt af van die kantelfrequentie. En u kan zich nog voorstellen, kijk, als ik nou een hele langzame frequentie aanbied, dan is die f is heel klein. He, zeg 0,001. Als je een heel klein getal kwadrateert, is het nog veel kleiner. Dat betekent dat hier, in dit hele stuk, staat 1 min iets heel kleins. Dus eigenlijk staat er gewoon 1. He, dat hele kleine kan je dan verwaarlozen. En dan staat er dus eigenlijk 1 gedeeld door 1. Dat is wat je hier ziet. Als die f veel kleiner is dan die kantelfrequentie, dan wordt die amplitude ongeveer 1. Maar als die f nou veel groter wordt dan die kantelfrequentie, hè, ik zal het nog één keer doen, die mok gaat ergens vandaag een keer stuk. En veel groter wordt dan die kantelfrequentie, nou ja, dan zie je dus dat deze veel groter is dan die. Dus dit kwadraat heel groot wordt. Eigenlijk kan je die 1 wel verwaarlozen ten opzichte van die. Dus hier staat dan een heel groot getal. En 1 gedeeld door een heel groot getal is een heel klein getal. Gaat bijna naar 0. En u ziet dus dat die 3 verschillende grafieken beschreven worden door diezelfde formule. Ik heb hier water. Dit wordt echt een zootje. Dus ik doe het wel even boven de bak. Ja, als ik nu een wat zwaardere mok heb, dan zal die eerder stil hangen. Dit is een langzamere frequentie dan wat ik net deed. Net was ongeveer deze frequentie, ik begin schorter worden. Net was ongeveer deze frequentie degene waarbij die zo aan het opslingeren was. Dus als ik de massa van de mok verzwaar, dan breng ik de kantelfrequentie naar links. En dat betekent dat ik opeens kan spelen met welke golfjes ik wel en welke golfjes ik niet wil zien. In het geval van de elektriciteit kunnen we spelen met de condensatoren en de weerstanden om te bepalen waar de kantelfrequentie ligt. In het geval van de mok en het elastiek kunnen we spelen met de massa en de veerconstante en de wrijving om dat te bepalen. En in het geval van het water kunnen we spelen met de oppervlakte van dat
reservoir, de dikte van die slang, de lengte van die slang, om dat kantelpunt te bepalen. En dat is heel interessant als we teruggaan naar onze hele erge basisvraag. Kunnen we nou niet irritante golfjes die veel te snel gaan eruit filteren en daardoor veel langzamer meten? Dat kan. En in mijn volgende blok, volgende college, ga ik u dat allemaal demonstreren dat dat echt werkt. En daarna gaan we samen een meetapparaat maken. Dankjewel.